Het is 17 april, ik ben terug van een gezellig familieweekend en dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Horvers en ik neem je mee in de wereld van autisme of in het leven zelf. Daar komen gedurende deze vlogs wel achter. Herken je dat? Dat je eigenlijk een heel druk weekend of een drukke werkweek heb gehad, maar dat je eigenlijk heel erg dankbaar bent. Ik wil het vandaag met je hebben over dankbaarheid. Vaak vergeten we in de stress van het leven, de stress van alle dag, dat er eigenlijk een hele hoop mooie dingen in ons leven gebeuren. En dan vergeet je om dankbaar te zijn. Ik wil met deze vlog uitspreken dat ik dankbaar ben voor dingen die mij gebeuren. Ook al kosten ze mij super veel energie op dit moment. Ik kan heel erg genieten eigenlijk van al deze kleine dingen. Vaak niet op het moment zelf, maar vaak pas achteraf als ik hier in stilte in mijn huis zit. Dat wilde ik even met je delen. Waar ben jij allemaal dankbaar voor? Laat het me weten in de comments. En mocht je een andere vraag hebben, dan lees ik hem graag. Maar dan kan ik wel eindigen met een quote van de paus. Bedankt voor die bloemen.